Diederik Boer, heb jij vandaag een punt gered voor Pek Zwolle? Poeh. Ja, als je misschien heel zo ziet in de laatste minuut dat ze 1 tegen 1 komen, dan misschien wel. Maar ik denk dat wij met z'n allen wel genokt en gestreden hebben om het punt over de streep te halen uiteindelijk. Zat er meer in vandaag? Ja, zeker. Gezien de eerste helft die we hadden gespeeld, was een goede helft. Ik denk dat we 2-3-0 moesten maken. We waren de bovenliggende partij. En dan helaas geeft een tweede helft geven we weg, helemaal weg. VVV zet meer druk. Wij konden niet meer uit de druk spelen en eindstand maken ze de 1-1. Jij zegt dat het een goede helft was, die eerste helft. Ik zat te kijken, ik vond het al redelijk slordig. Wat vind jij ervan? Ja, gezien de kansen die we hadden, was het een goede helft. Maar over de hele wedstrijd waren we heel slordig in de passing ook. En van mezelf, maar ook voor het hele team. Ze waren gevaarlijk in de omschakeling. Dus we waren redelijk slordig. Als we dat goed voor elkaar hadden, dan hadden we ze pijn kunnen doen. Ik denk dat de voetbal eerste helft tot een bepaald, ik denk tot de 20, 25 meter voor de goal, is bij vlagen wel oké. Maar als je ziet hoeveel kansen we hebben gecreëerd, ik denk dat we heel weinig kansen hebben gecreëerd. En dan scoren we uit de corner, komen we 1-0 voor, dan zitten we wel in een zetel. Ja, ik vind over de tweede helft niet goed hebben gespeeld. Slordig aan de bal, weinig initiatief. Ja, dan liepen we eigenlijk een beetje achter de feiten aan. En ik kon het nog wel lang volhouden, maar ja. Uiteindelijk valt die 1-1 en mag je daarna misschien nog wel tevreden zijn met het punt. Zeker, gezien de kansen die zij hadden, ze hadden drie keer 1-op-1 hadden ze kunnen scoren. We hadden de wedstrijd kunnen verliezen. En alle credits naar Diederik Boer, die houdt ons in de wedstrijd. En helaas, die vrije trap die zat uiteraard mooi in. Ik denk dat hij daar niks aan kon doen. Ik denk wij als muur wel. Maar Diederik Boer hield ons echt in de wedstrijd. Ja. De afgelopen 3 thuisstrijden hebben we geweldig gespeeld. Uit bij Sparta hebben we ook een groter gedeelte prima gespeeld. Uit in de arena ook. Dus natuurlijk is het incidenteel. Het heeft ook met de tegenstander te maken die met z'n allen op de 16 staan. Ja, en een manier van spelen. Dus wat dat betreft is dat ook een verdienste van VVV. Ja, aan de ene kant zijn we teleurgesteld qua hoe we hebben gespeeld. Omdat we hadden heel veel kansen hier. We hadden 3 punten hieruit kunnen halen. En uiteindelijk mogen we blij zijn en mogen we dankbaar zijn dat we met de punten hieruit zijn gekomen. Want we hadden het op een gegeven moment heel moeilijk. En gelukkig hebben we stand gehouden.